iets met hem. Laat maar. Ik ben al vroegs af aan in aanraking gekomen met de thaiboksen zelf. Sinds mijn 9e beoefen ik de sport. Heb mijn eerste wedstrijd ook weten te vechten op mijn 9-jarige leeftijd. Ben 22 nu. Dus ik zit al best wel lang in de sport zelf. We zijn nu bij Oude Westen Gym. Ik heb hier getraind die bekenden van de bekende namen, zeg maar Gogan Saki. Hij is een goede vriend van mij. Ik heb hem geholpen met de training. Ook Melvin Manouf. Nu ik zit met hem bijna 6 jaar. Lloyd van Dams. Zeker Zoeger, ik heb hem getraind sinds toen hij was begonnen met mij. Toen hij was 9 jaar. En, heel de tijd, ik zie dat het is gewoon, dit is gewoon wat ik had gezegd, dit is diamant. En je moet goed slepen, dan je gaat echt goede resultaat krijgen van. Hij is vol energie, talent. En ik denk hij is een goede grote naam voor thaiboksen ook. Je kan veel van me verwachten, weet je. En ik ben ook een vechter die zich aan kan passen aan de situatie. Dus op het moment dat ik een tegenstander van me krijg die een ander stijl heeft, dan weet ik me zodanig aan te passen om het hem zo moeilijk mogelijk te maken. Dit is de tweede keer voor hem in Marokko vechten, maar dit is een nieuwe organisatie. Hij is blij mee en hij is blij om daar te vechten voor Marokko. Ja, ik kijk er enorm naar uit. Waarom ook? Omdat het eigenlijk ook voor eigen publiek is. De organisaties zijn zeer professioneel, Fight League, samen met WFL. En het is een grote organisatie die goed gepromoot wordt. Ze weten de mensen goed te triggeren, de vechters daar ook mee te betrekken in de promotie. En ik kijk er naar uit, het zal een zeker geslaagde evenement worden. Ga door. Ik moet tegen Wang Ziwei, ja? Een Chinese vechter, waarvan niet veel op het internet bekend is. Ik weet vrij weinig over de vechter zelf. Maar ik ben ook iemand die, voor ik een wedstrijd inga, dat ik mijn tegenstander niet onderschat, maar tegelijkertijd ook niet overschat. Het zal een leuke pot worden, vooral omdat ik veel steun zou krijgen van mijn Marokkaanse bevolking. Zeg, denk je dat je nog in Nederland gaat vechten? In Nederland? Sowieso is de gewichtsklasse waar ik in vecht, met alle respect, 3 keer niks. Dus mocht er een vechter zijn die denkt zichzelf te weten te bewijzen tegenover de rest, dan is die welkom. Dus bij deze ga ik niemand uit de weg. Want iedereen die ik tegenkom in de ring, die ruim ik met genoegen op. Augustus, Tanger, Fight League, Bieder, Assalamu alaikum.